IJszeilen, een snelle, fascinerende sport. De ingrediënten? Een natuurlijke en dikke ijslaag, een stevige bries, een ijszeilboot en een flinke portie lef. Je hebt heel wat nachtjes vorst nodig voordat je in een ijszeilboot kunt stappen om dan met duizelingwekkende vaart over bevroren plassen en meren te stuiven. Maar helaas, zo vaak komt dat niet voor in ons land. Toch zijn er vele tientallen enthousiaste beoefenaars van de ijszeilspoor die al vanaf oktober in tal van schuurtjes bezig zijn met de voorbereiding op de wedstrijden, die misschien ook dit jaar niet eens zullen plaatsvinden. Deze beelden werden gemaakt tijdens het Nederlands kampioenschap ijszeilen in 1986, het jaar van de laatst verreden Elfstedentocht. De reden dat wij hier bezig zijn is het volgende. Wij zijn ons aan het voorbereiden voor het Nederlands kampioenschap. Klinkt raar, dat is in de verste verte wijze te bekennen. En toch brengen we het ieder jaar weer op om te zeggen: oké, we gaan er tegenaan en er komt ijs. Dat is eigenlijk de reden dat we hier bezig zijn. IJs of geen ijs, de schaatsen worden elk jaar opnieuw geslepen. Wat bezielt iemand om zoveel tijd in een sport te steken die ze zelden kunnen beoefenen? Het is iets mystiek, dat ijszeilen. Het heeft iets wat een andere sport niet heeft. Het is heel moeilijk om de woord te brengen wat het is. Daartoe zou je eigenlijk eens een keer zelf in zo'n ding moeten kruipen. Kruip eens in zo'n ding, kijk eens wat het is. En dan kan je iets begrijpen waarom al die mensen her en der in Nederland bezig zijn in schuurtjes. Of met z'n allen, of individueel, om hun spullen te optimaliseren. Kruip eens in zo'n ding. En dat was niet tegen Dovermans oor gezegd. Onze cameraman kroop aan boord en probeerde de fascinatie van het ijszeilen vast te leggen. Dus een paar decimeter of een paar centimeter boven een ijs gaat met een enorme snelheid, dan geeft het een gevoel dat je bij wijze van spreken een paar honderd kilometer per uur gaat. Terwijl je in principe tussen de 80 en 110 kilometer per uur over het ijs vliegt. Maar dat blijft natuurlijk een respectabele snelheid die slechts met behulp van windkracht wordt behaald, als er tenminste ijs ligt. Wat niet is, kan komen, zeg ik altijd. We hebben het wel eens meer gehad. Het verrassingseffect van eens een inval van vorst. Dat heb ik verschillende keren meegemaakt. Ik zeil nu ongeveer 25 jaar. En daar kan ik gewoon een x-aantal jaren van afschrijven. Maar we hebben toch echt jaren gehad dat er plotseling toch een vorstperiode intrad. En dan moet je de spullen klaar hebben. En dan kan je zeilen. Er zijn verschillende typen ijszeilboten in Nederland, maar het meest populair is de DN. DN staat overigens voor Detroit News, de krant die in 1937 een prijsvraag uitschreef voor het ontwerpen van een kleine, snelle ijszeilboot. In Nederland varen 420 geregistreerde DN-zeiljachten, waarvan er ongeveer 80 meedoen aan nationale en internationale wedstrijden. De DN is een scheepje van 3,5 meter lang. De mastlengte is bijna 6,25 meter. De snelheid van de boot bedraagt 2,5 maal de windsnelheid en dat is al gauw zo'n 80 km per uur. Een complete wedstrijd DN is al te koop voor circa 7000 gulden. Maar voor wie dit een te hoog bedrag is, kan ook zo'n boot zelf bouwen. En dan heb je voor ongeveer 3500 gulden al een zeer behoorlijke racemachine. De beginner in het ijszeilen kan een contact opnemen met de DN IJszeilvereniging Nederland. Een wedstrijd vergt veel voorbereiding. De zeilers bouwen in alle vroegte hun boot op voor dat magische moment. Het eerste contact met het ijs. De Nederlandse wedstrijdzeilers hebben bij gebrek aan ijs weinig gelegenheid om te trainen. Betekent dat ook dat de Nederlanders in internationale wedstrijden niet echt meetellen? We zien het
aantal uren wat wij Nederlanders op het ijs kunnen doorbrengen, vind ik het nog wel meevallen. Als je nagaat dat bijvoorbeeld de Russen, Polen, in mindere mate de Zweden, de Finnen, zoveel voorsprong op ons hebben ten aanzien van het maken van uren op het ijs, dan zeg ik op mijn beurt, dan doen wij het nog niet zo slecht. Bij de start staan alle boten op één lijn. De boten worden door de zeiler zelf geduwd. Dit is noodzakelijk om basissnelheid te krijgen. Veel wind is er dan niet meer nodig. Door de snelheid die wordt gemaakt, creëert de ijszeilboot zijn eigen wind. Dit wordt de schijnbare wind genoemd. De grote vraag blijft of alle voorbereidingen niet voor niets zijn. Voorlopig lijkt niets erop te wijzen dat er ijs komt. Maar de enthousiaste ijszeilers blijven bezig. Ook al zou er dit jaar geen Nederlands kampioenschap worden verreden. Een hoop op ijs. En is het niet in 1990, in 1991.